Jij, Sugar Kid, leuk dat je kijkt. Dit is seizoen 2 van Mario Bezoekt. Ik ben Mario en ik werk onder andere als acteur en presentator. Maar ook ik heb diabetes, wacht, vanaf mijn 9e al. Maar hey, ook met diabetes kan ik, maar ook jij, alles. En dat laat ik jullie zien in Mario Bezoekt. Ik bezoek locaties die ook maar iets met diabetes te maken hebben. Dus ik zeg, let's go! Vandaag bezoek ik... Kibo! We hebben er allemaal wel één. Een superheld. Iemand die je stoer en dapper vindt. Iemand die je kent van tv, YouTube of een computerspelletje. Maar bij superhelden denken we vaak aan een held die krachten bezitten die wij mensen niet hebben. Oftewel, echte superhelden lijken niet te bestaan. Maar dat klopt niet, want echte superhelden bestaan. Namelijk een diabetes hulp. Vandaag ontmoet ik Belder. Belder is de ster van de uitzending, maar ook ontmoet ik zijn baasje, namelijk Aida. En ben ik dus op bezoek bij Kibo. Kibo is het trainingscentrum voor hulphonden. Want ja, hoe wordt een hond een hulphond en wat moet hij allemaal kunnen? Daar kom ik dus vandaag achter. Dit is Mario Bezoekt. Hi, goedemiddag. Goedemiddag, Mario. Welkom. Dank je wel. Ik ben Mieke van Kibo, Stichting Kibo. Hoi, nou ja, ik ben Mario van Mario Bezoekt. Wat fijn dat ik hier aanwezig mag zijn. En wacht even. Waarom staat er op zijn rug dat ik hem niet mag aaien? Belder is een hulphond. En hulphonden mogen niet afgeleid worden, want anders dan kunnen ze hun werk niet goed doen. Oh. En dat is heel belangrijk. Dus als je een hulphond tegenkomt, mag je hem eigenlijk nooit gaan aaien? Nee. Maar wel zwaaien? Je mag hem wel vragen aan de geleider, in dit geval Aida, van goh, wat heeft hij een leuk hondje, zou ik hem mogen aaien? En dan is het aan de geleider of die zegt ja of nee. Oké. En wat doen honden hier? Wat gaan we vandaag zien? Wij trainen medische detectie hulphonden. Dat betekent dat de honden afwijkend lichaamsgeur leren te detecteren met hun neus. Ja. Dus ze ruiken als de lichaamsgeur afwijkt. En ja, in dit geval voor de diabetes. Dus de hond ruikt een hypo of een hyper. Trucjes te leren aan Belder, nou ja, belangrijke trucjes, waardoor Belder echt een superheld is. Ze gaan nu iets doen, en ik moet niet verklappen aan Belder, maar iets met dat Aida aan het slapen is en Belder moet haar wakker maken. Nou, wij worden wakker door een wekker vaak natuurlijk, maar met diabetes en een hypo of een hyper word je misschien niet altijd even makkelijk wakker. Daar is Belder dus voor, maar ja, dat moet hij wel oefenen, dat moet hij leren. Ik ben heel benieuwd. Iedereen die diabetes heeft, dus de kinderen die kijken, hebben die recht op een hulphond? Helaas niet. Een diabetes hulphond is geen gadget. Dat betekent dat er wel een medische noodzaak nodig is om in aanmerking te kunnen komen voor een diabetes hulphond. Als de cliënt in aanmerking komt voor een hulphond en door het voortraject gekomen is, dan wordt de hond gelijk gematcht aan de deelnemer. En die komen dan samen hier op de training. En die duurt een jaar tot anderhalf jaar. Ja, als je hier bezig bent met de training, bijvoorbeeld met Aida en Belder, ben je dan ook zo streng als alle juffrouws en meesters op een school? Of ben je heel lief? Nee, wij doen alles spelende wijs. Want voor het hondje moet het ook leuk zijn. De hond moet het helemaal geweldig vinden. Dus dat betekent dat we de stress ontwijken voor een hond. Dus we doen alles in spelletjes. Eigenlijk als met kinderen alle spelende wijs aanleren. De etui die Belder pakt is niet zomaar een etui. Nee, dit is de hypokit van Aida. Als Belder een hypowaarschuwing krijgt omdat Aida een hypo heeft, pakt Belder de hypokit.
Wat krijgen hulphonden als ze klaar zijn met de training? Ja, dan krijgt hij een certificaat. En op zijn pasje staat dan ook dat hij gecertificeerd is. Dus dat hij alle taken heeft volbracht van een hulphond. Mario, ik heb een heel leuk spelletje voor jou bedacht. Leuk. En ik ga 3 geurtjes verstoppen in deze hondenkopjes. Ja. En jij mag jou even omdraaien. En dan ga ik het geurtje verstoppen. En dan mag jij straks raden wat er verstopt is. Oh, is niet vies? Nee, het zijn geen vieze geurtjes. Slacht, ik geloof er niet. Ik wil het echt weten. Ja. En dan mag jij aan de snuffelwand ruiken. Is het een soort schoonmaak? Ja. Nu allemaal gebruikt voor handen. Oh, handhygiëne. Oh, nou die is sterk. We nemen even een kijkje bij Aida op het kantoor van de Diabetesvereniging Nederland. En natuurlijk is Aida niet alleen, want ze heeft Belder meegenomen. Neem je Belder altijd mee? Ja. Hij is altijd bij me. Op vakantie, met wandelen, met werk, met presentaties, met lessen die ik geef. Hij is er altijd bij. Ja, en zoals we kunnen zien heeft Belder zijn eigen plekje. Wat heb je allemaal voor hem meegenomen? Hij heeft een vast kleedje waar hij dan op ligt. Dan weet hij gewoon dat zijn plek is. En hij heeft dat speeltjes om zich heen om een beetje bezig te houden of wat afleiding. En soms dan gebeurt het wel eens dat we gesnurk horen. En dan zitten ze allemaal te lachen op kantoor. Wie snurkt hier? Maar dat kan Belder wel eens zijn, ja. En dat is altijd Belder blijft... of ook een collega? Nee, heb ik nog niet op betrapt. Okay. Maar het blijft zo dat hij alert blijft. Belder is 7 jaar en ik heb hem 5 jaar. En direct als hulphond? Of? In opleiding. Dus ik ben eigenlijk de eerste les bij Kibo had ik nog geen hond. En zij hebben me helpen zoeken naar een hond. En deze hond uit Roemenië was net in Nederland. En die vond ik de leukste. Dus... Dit kan je niet alleen. Hier heb je echt een goede opleiding voor nodig en een goede trainster. En ik moest zelf leren trainen. Dat is eigenlijk wat je moet leren. En ik had helemaal nooit een hond gehad. Dus ja, dan moet ik dat ook allemaal leren. Echt, dan, hoe steek je oven? Hoe ben je in de winkel? Wat zijn de regels met honden? Alles. Hulphonden zijn superhelden. Wat is jou bijgebleven waardoor Belder echt een superheld bleek te zijn? De situatie tijdens het wandelen, denk ik. Dat we, het was heel warm en we liepen in Spanje. En ik moest nog erg wennen aan een hond aan de lijn hebben. Omdat er ook gewoon koeien in het veld lopen en zo. Zelf klimmen bijvoorbeeld. Dus toen vroeg iemand van zal ik Belder even overnemen zodat jij beter kunt... kunt letten op waar je voeten zet en beter op je ademhaling. En toen wilde Belder niet weg van mij. Dus die mevrouw die nam hem een stukje verderop mee. En hij wilde niet, hij wilde maar terug naar mij. En toen zei ze van ja, hij wil niet. Nou, kom dan toch maar bij mij. En toen sprong hij tegen me op. En het was gewoon niet goed met mijn suiker. Dus vandaar dat ik ook zo moeite had om alles bij te houden. En, in de warmte heb je dat ook wel eens niet door. Mm-hmm. En hij waarschuwde mij, dus hij wilde gewoon niet... niet weg. Nee. Nou, dat is wel natuurlijk een mooi moment. Want heel mooi. Ja. 1 en 1 is 2 samen dus. Ja. Mario, wat doe je? Dat zijn hondenbroekjes. Die kun jij niet eten. Ik was op zoek naar een snoepje. Maar ja, en voor de honden. Jammer. Zo jongens en meisjes, jullie hebben het gezien. Echte superhelden bestaan. Namelijk de diabeteshulphonden. En ik vond het fantastisch om te zien, om te kijken hoe die hulphonden hier getraind worden in het trainingscentrum van Kibo. Wil je nou meer informatie over Kibo? Ga dan naar onderstaande website. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Trouwens, moest ik nou die hondenpoep opruimen of deed iemand anders wat?
Word lid en help ons. Dan vertellen wij zoveel mogelijk mensen wat diabetes is en wat je eraan kunt doen. En regelen we met diabetesdokters, mensen van de regering en van verzekeringsbedrijven belangrijke dingen om lekker te kunnen leven met diabetes.